Jeetje man, wat een lekker weer. Hit. Denk jij wat ik denk? Nou, wat denk jij? Ja, barbecuen. Barbecuen, wat chill, kom en doen het. Ja, cool. Hey, heb je alles in huis? We hebben een barbecue. We hebben alleen het enige wat we volgens mij niet hebben zijn aanmaakblokjes. Maar dat maakt geen reet uit. Want daar heb ik vandaag een hele goede tip voor. Namelijk hoe je je barbecue moeiteloos aan kan steken zonder aanmaakblokjes. Kijk maar eens mee. Vandaag ga ik je dus laten zien hoe je de barbecue aan kan steken op het moment dat je geen aanmaakblokjes in huis hebt. Maar voordat ik verder ga, wil ik jullie allemaal eerst even vragen om je te abonneren. Als jij deze video vet vond, geef even een duimpje omhoog. En heb jij nog vragen, stel ze in de reacties en dan gaan wij voor jou aan de slag. Oké, we beginnen dus met de houtskool. Gooi het gewoon in de barbecue, in de barbecue. Gebruik precies zoveel wat jij nodig hebt. Oh man. Dat is wel goed zo. En op dit punt kom je er dus achter dat je geen aanmaakblokjes hebt. De winkels zijn dicht en je hebt dringend iets nodig wat goed brandt. En daar hebben wij dit op gevonden, namelijk doodgewone chipjes. Die branden namelijk heel erg goed. En zijn dus een perfect alternatief voor aanmaakblokjes. Het gaat als volgt. Je legt ze er gewoon tussen. Zoals je ook zou doen met aanmaakblokjes. Je hebt er echter wel meer nodig dan normaal. Maar deze branden dus heel goed en ook heel erg lang. Vandaar dus dat het een goed alternatief is. En dat ga ik je nu laten zien. En vervolgens is het tijd om het gaan aansteken. Dus laten we gaan kijken hoe we het er vanaf gaan brengen. Nou, dat begint al ergens op te lijken, vriend. Zeker. Het heeft alleen even tijd nodig. Zoals je ziet hebben we ook heel veel lucifers moeten gebruiken. Omdat we simpelweg geen aansteker bij de hand hadden. Het werkt wel. Maar het werkt heel goed inderdaad. Veel beter dan ik dacht eerlijk gezegd. Nou, het begint al ergens op te lijken. Het werkt best goed eigenlijk. Ja, lekker. Heb je ook al vlees gehaald? Het begint nou wel echt ergens op te lijken. Het begint helemaal te gloeien al. Ja, het duurt ook iets langer dan normaal, maar vergeet niet, deze oplossing is alleen als je echt helemaal niks in huis hebt. Dus als de winkels dicht zijn, je kan geen aanmaakblokjes meer regelen. Gebruik dan deze tip. Als jij deze tip nou handig vond, geef ons een duimpje omhoog, abonneer je even op het kanaal. En dan zien wij jullie de volgende keer bij een nieuwe video. Dat is handig!